Helaas is uh, ook in uh, Lelystad een, uh, iemand te betreuren die, uh, die corona heeft gehad en uh, is overleden. Ja, een uh, triest record ook, want het is ook nog eens voorlopig het jongste coronaslachtoffer van ons land. Klopt, uh, deze mevrouw die was uh, inderdaad nog heel jong, uh, 57 jaar. Dat geeft uh, ook de ernst van de situatie waarin we met z'n allen zitten, wel aan, denk ik. Nou ja, ik denk alles uh, wat de afgelopen dagen op ons af is gekomen. Uh, geeft de situatie uh, wel aan. Het is een ziekte die we uiterst ernstig en uh, serieus moeten nemen. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat uh, iedereen zich aan alle voorschriften houdt. Want uh, anders uh, uh, zijn er nog veel en veel meer doden te betreuren. Ja, de, de overleden vrouw die uh, lag als patiënt in het ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Die informatie heb ik gekregen. Ik ben daarover uh, gebeld door, uh, door de GGD. En ik heb uh, daarnaast ook uh, contact uh, gezocht met de nabestaanden. En uh, ja, meer persoonlijke informatie kan ik vanzelfsprekend niet, uh, niet geven. Omdat uh, het ook belangrijk is uh, dat de familie daar zelf keuzes in maakt. Het, uh, het klinkt misschien hard, maar uh, voor de Naaste toekomst is te vrezen dat dit uh, niet het laatste slachtoffer zal zijn, ook niet in Flevoland. Nou ja, Kijk, we moeten onze ogen denk ik niet sluiten voor wat er in de wereld gebeurt, wat er in Europa gebeurt. Je hoeft alleen maar naar Brabant te kijken. En als je daarnaar kijkt, dan zie je hoe onwaarschijnlijk ernstig deze situatie is. Ja, het is misschien een onmogelijk verzoek in deze rare tijden. Maar hebt u nog een advies voor uw inwoners? Nou ja, kijk, we hebben zelf ongelooflijk veel aan de hand. Uh, op het moment dat je uh, morgen uh, niet uh, ergens naartoe hoeft vanwege bijzondere werkzaamheden. Blijf dan thuis, zou ik, uh, zou ik zeggen, probeer zoveel mogelijk uh, afstand uh, te houden. En uh, we moeten met elkaar uh, ervoor zorgen dat we ons hier doorheen slaan en met elkaar ervoor zorgen uh, dat uh, we niet in een situatie uh, terechtkomen zoals we die al uh, zien in uh, Italië. Maar ook uh, veel dichter bij huis.